Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering, aflevering 90 van Cat Response Live. En dit keer heb ik een hele leuke gast. Nou, ik heb eigenlijk elke week wel leuke gasten. Maar ook deze week heb ik een leuke gast, namelijk Dirk. En Dirk Groot, a.k.a. Swervinator. Goedemiddag. Goedemiddag Dirk, leuk dat je er bent. En we gaan het hebben over hoe je data kunt gebruiken ook om zwerfafval in beeld te brengen en daar vooral ook weer mooie dingen mee te doen om dat tegen te gaan. Hè, daar ben jij elke dag mee bezig, denk ik, hè Dirk? Ja, wacht even een momentje. Even een technisch... Ja, oké, sorry. Nee, maakt niet uit. Goed dat je er bent. Helemaal top. Yep. Hoe is dat zo gekomen, Dirk? Waar komt die, die gedrevenheid om met zwerfafval bezig te zijn? Waar komt dat vandaan? Dat is gewoon van dat zwerfafval en vooral het plastic deel daarin. Dat is gewoon een grote bedreiging voor het milieu en voor onszelf. Ja. En dat is een grote drijfveer. En op zich vind ik het leuk om te doen. En ik zie dus dat er heel veel mogelijkheden zijn om echte oplossingen te doen. En die zijn anders dan de klassieke. Is dat in het kort. Ja, en dan ga je straks een aantal leuke voorbeelden daarvan geven. Wat je de afgelopen jaren zo al gedaan hebt. En welke rol data daar ook bij speelt. Ja. Om mensen bewust te maken. En ook acties te laten nemen. Want het is vaak een beetje, natuurlijk, je zegt zelf ook, het lijkt logisch. Maar en iedereen weet het eigenlijk ook wel. Maar niemand kan het echt kwantificeren. Nee. Nou ja, sowieso. Het is een probleem wat op zich voor iedereen heel makkelijk lijkt. Weet je? Want je moet toch niks weggooien, dat soort dingen. Voor de meeste mensen. Ja. En het wordt als een heel makkelijk probleem gezien. Maar als het zo makkelijk was, dan was het natuurlijk al lang al opgelost. Het geldt voor meer dingen. Ja. En ik gebruik dus data om daar effectief op een andere manier wat aan te doen. Ja, nou, ik stel gewoon voor, je hebt hartstikke mooie slides voorbereid. Ik ga jouw scherm er even bij zetten nu. En als je aan het kijken bent, vragen hebt, je kan in LinkedIn of YouTube, kan je gewoon in het commentaar, stel gerust je vragen, want we vinden het altijd leuk om het lekker interactief te maken. Maar ik zet jouw beeld nu erbij, Dirk. En je zegt dus ook, zwerfafval bestrijden met data. Dat vind ik wel een hele mooie titel. Ja. Neem ons eens mee van, hoe ga jij te werk? Oké. Nou, goedemiddag allemaal. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Dirk Groot. Ik kom uit Purmerend. Ik ben 52 jaar. Ik heb twee kinderen en een vrouw. Ik heb heel lang in de IT gewerkt. En op dit moment hou ik me voltijds bezig met zwerfafval. Ik geef lessen, lezingen. En ik doe onderzoek naar zwerfafval. En voor bedrijven en gemeentes. Maar ook activistisch. Nou, dit plaatje ben ik. Veel knapper word ik niet meer. Ik heb mezelf nog versierd met een strikje. Ik vind van alles op straat. En zoals al gezegd, mijn alter ego is de Swervinator. Dat is een combinatie van de Terminator en zwerfafval. En ik probeer dus te strijden tegen plastic soep. Ik noem mezelf ook een strijder tegen zwerfafval en plastic soep. Yeah. Ja, nou, klinkt wel heel mooi. Een beetje Don Quixote klinkt het alweer. Ik moest eigenlijk nog zo'n molentje in het scherm tekenen, maar dat komt nog wel. Wat plastic soep is, ik ga er even vanuit dat iedereen het inmiddels wel weet. Dat is niet zo'n schaal als wat ik hier heb gemaakt. Plastic soep maken is heel makkelijk. Het kan zonder recept. Ingrediënten kun je overal op straat vinden, maar het is niet te vreten. Het probleem is wel dat plastic uiteindelijk wat in de natuur komt, in ons eten komt. Een van de redenen om er wat tegen te doen en waardoor er nu ook zoveel om te doen is en tegen gebeurt. Nou, dit is de plastic soep zoals de meeste mensen hem wel kennen. Heel veel plastic dat in de oceanen terecht is gekomen en dan samengeklonterd. Vreselijk natuurlijk, maar plastic soep is niet alleen maar heel ver weg in arme landen en in de zee. Het is ook gewoon in Nederland. Als je af en toe in het water kijkt, als de stroming goed staat, dan hoopt het zich op. En werkelijk overal, ik kom door het hele land, vind ik dit soort beelden. Plastic soep begint op je stoep, zeggen we vaak al. En het ligt ook in je eigen sloot. En soms zie je beelden, vooral als het riet gemaaid is. Dit is in een recreatieplas. Dan zie je eigenlijk hoe groot het probleem is dat vaak verstopt ligt. Nog even duidelijker voor wie het niet weet. Plastic vergaat niet. Het worden wel hele kleine stukjes dat in de voedselketen terechtkomt. En plastic wordt ook gegeten door sommige dieren. Waardoor het in de maag komt, kunnen ze van overlijden. En er zijn dieren die zich eraan verwonden, et cetera. Het is heel mooi spul voor consumptiegebruik, maar heel slecht voor de natuur. Goed, nou, hoe zwerfafval ontstaat, dat weet iedereen op zich natuurlijk wel. Het belangrijkste daarbij is dit. Mensen die het allemaal niet zoveel kunnen schelen en het gewoon achterloos weggooien. Klopt.
En dat weten we ook al heel lang. 100 jaar geleden maakte de ANWB deze poster. Het is voor veel mensen een bekend gedichtje. Laat niet als het aangenaam verpozen de eigenaar van het bos de schillen en de dozen. En de afgelopen 100 jaar hebben we eigenlijk niet veel meer gedaan dan te roepen, je moet het niet op straat gooien. Nou, is belangrijk. We zijn ondertussen wel veel meer gaan consumeren. We hebben veel meer verpakkingen. We zijn veel mobieler geworden. Dus het probleem is hier niet mee opgelost. Vreemd genoeg kwam deze week Nederland Schoon samen met Rijkswaterstaat met een compleet nieuwe campagne. Dat is deze. Nou, ik zie het verschil eigenlijk niet, behalve dat het hipper is. Nou, de grote instanties kijken nog steeds op de ouderwetse manier naar het probleem in mijn ogen. Enfin, we hebben net gehad over mensen die dingen weggooien, maar daar blijft niet bij. Soms als je gewoon dingen in de prullenbak doet, zoals de meeste mensen netjes doen, dan gebeurt dit. En het gebeurt vaker dan je denkt. Dieren ruiken afval, of eten en zorgen zo aan de verspreiding van ons afval. En dat zie ik op heel veel plekken gebeuren. Dat wie denkt dat dieren netjes zijn, zo'n poster zie ik wel eens, vergeet het maar. Op zoek naar eten en eenmaal gevonden. Nou kijk, dit zijn de prullenbakken. Even een stapje. Ik ging al even te snel, maar goed. Het eerste wat je natuurlijk dan zegt is, joh, deksels op die prullenbakken, klopt. Maar juist als ze vol zijn, dan staan die deksels vaak weer open en dan gebeurt het alsnog. Nog geen afdoende maatregel. Nou, ik moet eerlijk bekennen, Dirk. Soms als het slecht weer is, dan denk ik, nou, ik zet die vuilniszak wel even achter bij de achterdeur. En dat doe ik morgenochtend wel. En dan gebeurt het natuurlijk ook wel eens dat vogels of katten het open zitten te... Ja, dat zie je ook nog in de centrums van steden, waar ze dat nog mogen doen. Ja, honden, katten, meeuwen, ze trekken het allemaal open als ze eten hebben. Ja. Ja. Wat je nu net zag was een vogel die er vandoor ging met een sausbakje. Want ze nemen het ergens anders mee naartoe. Eten het daar leeg en laten daar het afval achter. En zo wordt ons afval, wat eerst netjes in de prullenbak zat, gewoon toch nog weer zwerfafval ergens in de natuur. Ja. Er zijn dus meer oorzaken van zwerfafval. En dit bijvoorbeeld, overvolle containers. Je hebt het misschien wel eens gezien, bij het legen ligt er daarna allemaal afval naast. En als je plastic in de ondergrondse container moet doen, netjes gescheiden, zelfs dan weet je nog niet waar het uiteindelijk terechtkomt. Dit soort dingen gebeurt ook. Er zijn heel veel redenen van zwerfafval. We verliezen ook dingen. Ik vind heel veel fietslampjes en zo, dat rammelt natuurlijk van onze fiets af. Zijn dit allemaal foto's van jou, Dirk? Of Ja, allemaal van mij. Ja. Ik heb iets van 560.000 foto's inmiddels. Kom ik zo terug. Ja, precies. Graag. Ja. Wieldoppen vind ik ook elke dag wel eentje. Ook niet expres weggegooid. Haarelastiekjes, dat is een topstuk in het zwerfafval. Ik heb het heel vaak aan vrouwen gevraagd. Soms ook aan een man. Maar niemand gooit ze expres op straat. Langs het fietspad vind ik vaak handschoenen. Meestal maar eentje. Ik heb er niks aan. We verliezen dingen. We verliezen zelfs geld. En daar ben ik altijd heel blij. Ik vind veel te weinig geld, vind ik. Maar goed. dat is sinds corona zelfs minder geworden, omdat we minder cashgeld zijn gaan gebruiken. Ja. Serieus. Ja. Het grappige hiervan is wel, van natuurlijk eerste reactie van, joh, je ruimt zwerfafval op, is dat niet vies? Nou, ten eerste heb ik meestal een grijper. Maar dan vraag ik, joh, als je geld ziet liggen, ruim je het dan wel op? Ja, dan wel. Dan vinden we het opeens niet meer vies. Terwijl geld van zichzelf natuurlijk al vies is. Maar dat geeft dan, als iets waarde heeft, dan gaan we er heel anders mee om. Wat ik hier even wil zeggen, is zwerfafval heeft vele oorzaken. Als je maar op één ding, bijvoorbeeld het gedrag van de mensen richt, dan ga je er nooit komen. Bovendien heb je alle beïnvloedingscampagnes altijd maar beperkt succes. En blijvend ook niet. Enfin, ik ben 8 jaar geleden begonnen met zwerfafval rapen. En ik had dit een beetje door. En toen dacht ik, nou, de eerste wat we maar moeten gaan doen, als we nou als mensen inderdaad zoveel nieuw afval hebben van plastic en het komt op straat, dan moeten we gaan opruimen. De volgende stap in evolutie. Dat is de opruimer. En ik had mezelf natuurlijk bovenaan het plaatje gezet. Zo ben ik dan wel. Dus ik raapte en raapte. Hartstikke leuk om leuke mensen tegen. Je komt in de krant. Je buurt wordt wat schoner. Ik kreeg er een goed gevoel van. Allemaal positieve punten. Alleen na een jaar of twee dacht ik, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik loop hier in de wijk elke week weer diezelfde stukken op te ruimen. En er ligt ook steeds hetzelfde afval. En ik voelde me verpleegster eigenlijk, die een patiënt had. Ik verzorg die patiënt. Ik geef af en toe een nieuw verbandje, een doekje op het hoofd, een pilletje erin. Maar ik kan die patiënt niet genezen. Daar heb ik meer voor nodig. Deze mevrouw op die foto is een heel beroemde verpleegster. Het is Florence Nightingale. Ik ben niet Florence Nightingale. Ik ga me niet mee vergelijken van wat zij heeft gedaan. Op één punt na. Wat zij heeft gedaan in de Krimoorlog is data verzamelen over de situaties van de barakken waarin de gewonde soldaten werden verpleegd. Het verhaal is dat er daar meer
soldaten stierven dan op het slagveld zelf. En dat kwam door de slechte hygiëne. Zij had het door. Ze had een statistische opleiding gehad. En zij is gewoon allemaal dingen bijgehouden. En daarmee is ze naar de Engelse overheid gegaan. En die hebben dat erkend. Hebben gericht, gebaseerd op die data, maatregelen genomen. Waardoor het sterftecijfer in die barakken drastisch naar beneden ging. Uiteindelijk is de manier waarop zij is gaan werken zelfs de basis geworden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nou, ik kom zelf uit de IT, dus ik heb 25 jaar bij allebei bedrijven gewerkt. Dus ik denk, nou, dan ga ik eens kijken wat ik met data kan doen. Het eerste wat ik eigenlijk wilde laten zien is dat zwerfafval overal ligt. Op veel meer plekken dan je denkt. En ook dat de onderzoeken die ik las niet datgene weergaven wat ik zag als zwerfafvalraper. Een voorbeeld, het eerste wat ik wilde laten zien is dat bij zwerfafvalonderzoeken werd er eigenlijk een beetje gekeken. Joh, hoe schoon ziet het hieruit? Prima, je krijgt een A'tje. Top. Alleen, je ziet hier al dat het gras wat hoog is. En in dit stuk, dit is langs een Kentucky Fried Chicken en een McDonald's, provinciale weg, vond ik meer dan 300 stukken zwerfafval verstopt in het gras die je niet zag vanaf het fietspad. En nou, dat is wel interessant als je dat de mensen laat zien. En nog mooier is als je het zo kan laten zien van, en hier lag het precies. En daar kreeg je dan een soort schrikreacties op, zelfs ook vanuit de gemeente en zo. En ik dacht, hey, ik heb hier wat te pakken. Ik ga hiermee verder. Was dit ook een van de eerste dingen die je deed dan, Dirk? Ja. Waardoor je dat door had van, hey, ik kan daarmee... Ja, ik wilde ook vooral laten zien, dus had het focus op snoeproutes bijvoorbeeld. Nou, echt een probleem. Maar nog geen 5% van het afval ligt op de snoeproutes. Of op de hotspots. Mm-hmm. Het grootste deel ligt tussen de snoeproutes en de hotspots. Mm-hmm. En dat is, als je de stad schoonmaakt, is het prima als het er netjes uitziet. Alleen als je met natuurbescherming bezig bent, wil je... dat het overal weg is, niet alleen op het fietspad. Ja, helder. Dus daar wil ik wat aan doen. Ja, graag. Nou, hoe ik dat doe, ik sta hier in het midden, enigszins gestileerd. Ik neem van elk stuk zwerfafval een foto. En daarna voeg ik data aan toe van wat is het, waar is het van gemaakt, welk merk, et cetera. Dit is de basisdata die er in een stuk zwerfafval zit. Bovenaan zie je de lengtegraad en de breedtegraad. Locatie wordt altijd vastgelegd met je mobiele telefoon natuurlijk. Laat de datum en de tijd worden vastgelegd. En later voeg ik dan het object toe, de categorie, het materiaal en het merk. En zo krijg ik dan dit soort prachtige lijstjes. We hebben vandaag volgens mij een publiek van mensen die van data houden. Dus dit vinden wij al hartstikke mooi. Ja. Maar je kan er niet mee de boer op. Maar je kunt natuurlijk van alles met data. Bijvoorbeeld dit. Dit is een kaart van gemeente Purmerend waar ik woon. Ik ben ooit daar begonnen met experimenteren. Ik heb wat dingen laten zien aan de gemeente. En de gemeente heeft mij gevraagd, joh, wil je dat door de hele gemeente gaan doen? En dan kunnen we kijken wat we met die data kunnen. Nou, wat je hier ziet, onderzoek in 2018 door de hele stad. Het is bijna 200 kilometer, dit onderzoek. Heel veel werk, maakt niet uit. De rode stukken, daar lag heel veel zwerfafval. De groene stukken weinig en de gele stukken gemiddeld. Wat de gemeente is gaan doen, is kijken, wat is er daar aan de hand? Kunnen we daar beter opruimen? Kunnen we samenwerking zoeken met scholen of bedrijven? Moeten we misschien daar een keertje meer opruimen? Moeten de prullenbakken worden verplaatst? Moeten misschien prullenbakken groter worden gemaakt? En dan zijn ze mee aan de slag gegaan. En natuurlijk ook beweging die nu al een aantal jaar speelt. Proberen om mensen ook vrijwillig zwerfafval te laten rapen. En dat gaat op zich hartstikke goed. Een jaar erop was de kaart wat minder rood. 2019 werd die bijna niet meer rood. In 2020 was het grootste deel van de stad groen. Er lag nog steeds zwerfafval. Alleen we hadden het veel beter onder controle. En aan de hand van de data die ik verzamel, ik maak rapporten met allerlei grafiekjes en kaartjes en lijstjes en aanbevelingen. Hebben we de afgelopen 4 jaar de hoeveelheid zwerfafval in Purmerend met de helft verminderd. Ligt nog steeds te veel, maar dit is gewoon een enorme stap vooruit. Ik weeg en scheid ook nog. Ik scheid en weeg ook nog het zwerfafval om de verschillende soorten in beeld te noemen. Die impact in beeld te krijgen. En daarbij is de vermindering ook ongeveer 50%. En ik doe dat qua volume en gewicht meten ook. Omdat bijvoorbeeld als je alleen maar telt, dan weegt een sigarettenpeuk of een snoeppapiertje net zoveel als een blikje of een glazen fles. En je hebt natuurlijk verschillende dimensies aan wat in. Hoe je dat kunt bekijken en meten.
Mag je één vraag stellen, Dirk? Dus je zegt van ik leg dat allemaal vast, je neemt een foto. Ja. Is het dan letterlijk dat je dat overklopt in een Excel-sheetje of heb je daar een appje voor wat dat... Nee, ik werk helpt, met een, ik werk met een, met een, gewoon ik zet ze op een foto en ik haal die locatiedata eruit en dan voeg ik op een, eigenlijk via Excel met wat scriptwerk, kan ik heel snel die data toevoegen. Het is wel veel handmatig werk. Ik heb eerst ook met een app gedaan, Literati. Er zijn een aantal redenen waarom ik daar niet meer mee werk. En bovendien, zowel ideologisch, maar ook omdat deze manier van werken die ik nu heb gewoon veel efficiënter en sneller is. Voor mij. En hoe groot is jouw database nu? Ik heb 563.000 foto's op dit moment. Zo. Dat en dan heb je dus helemaal geclassificeerd van, wat je net al zei, type afval, gewicht. Ja, het is een nadeel ook met een app of Literati. Dus even een zijstapje. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Iedereen doet het op zijn eigen datatagging. Het is heel veel waardeloze data eigenlijk wat erin staat. Dat is heel jammer. Ja. En ik heb er zelfs mee gewerkt op mijn eigen manier. Maar dit werkt voor mij beter. Oké, helder. Ja, leuk. Ja. Weet je, ik had al wat reacties natuurlijk van mensen die aan het kijken zijn. Dus Ronald is een van onze vaste kijkers uit Curaçao. Die zegt, het is niet alleen in Nederland, ook in Curaçao is het overal. Best wel... Overal. Ook in Singapore. Overal natuurlijk, ja. En we gaan het niet echt hebben over Power BI, Ronald. Dat zou misschien, ik heb het wel in het vorige gesprek met Dirk er ook even kort over gehad. Ja, als je het in Excel doet, kan je natuurlijk ook in Power BI doen. Nou, wie weet doen we daar nog eens een opvolgding van. Dirk had ik nog beloofd om toegang te geven. Ben ik weer vergeten natuurlijk. Maar om ik had toch nog te kijken. Oh, gelukkig. Maar ik ga je nog even toegang geven tot onze online leeromgeving. Dan kan je kijken of dat eventueel helpt. Vind ik wel leuk. Daan kijkt ook. En hier heb ik iemand die even anoniem is op LinkedIn. Maar leuk dat jullie kijken. Ja, gaaf. Dus je heb je wat. Dus het blijft symptoombestrijding heb je in beeld staan. Ja. Maar ja, daar ben je vast over het nadenken geweest van... Ja, dat gaat verder. Het verhaal gaat nog verder. Precies. Kijk, een gemeente kan natuurlijk niet veel meer doen dan opruimen en een beetje met mensen praten en zo. En die hebben verder helemaal geen invloed op hoeveel afval we hebben en maken en verspreiden. Dus moeten we naar de bron en naar andere oplossingen zoeken. Nou, omdat ik dit wat je zag, die kaarten ging over zwerfafvaldichtheid en zo. Dat is voor de gemeente belangrijk. Maar omdat ik al die data verzamelde, wist ik op een gegeven moment, bijvoorbeeld wat de grondstoffen waren. 60% was van of met plastic. En dat is nog wel het meest schadelijke deel van het zwerfafval ook. Ik kon allerlei leuke grafiekjes maken van welke soorten er liggen nou het meest. Voordat ik de vraag krijg, in deze onderzoeken zitten geen sigarettenfilters, omdat ik die niet altijd meeneem. Maar die staan eigenlijk altijd wel echt bovenaan. Alleen sigarettenfilters is een apart verhaal. En het kost mij te veel tijd om die ook mee te nemen. Er is gelukkig een andere groep, het Plastic Peuken Collectief, die data verzamelt over sigarettenfilters. En daar inmiddels ook de Tweede Kamer al leuke dingen, goede dingen hebben bereikt. Is deze data nog steeds voor permanent? Of doe je dat dus op veel meer? Dit is gewoon een van de onderzoeken. Volgens mij is dit er eentje. Dit was wel permanent. Maar ik doe het door het hele land. En ik krijg eigenlijk overal dezelfde verhoudingen. Het enige wat het door het land wel verschilt zijn de biermerken, zeg ik altijd. En zijn het dan gemeentes die dat aan jou vragen om dat te gaan doen? Ja, of, gemeentes en bedrijven. Oh ja, bedrijven ook. Ja. Dus bedrijven die zijn zelf ook wel benieuwd van hoeveel van ons afval wordt er gevonden. Ja, ik doe onder andere voor McDonald's onderzoek. En dan laat ik straks ook nog wel even terug. Ja, parkeren we die even. Ja, graag. Oké. Ga maar verder hoor. Nou, je kan ook inderdaad, omdat de merken vast liggen, kun je op allerlei manieren zien waar ligt welk merk, waar komt het vandaan, hoe zijn de verhoudingen. Daar kun je uiteindelijk ook van alles mee. Maar hoe visualiseer je dit dan? Want daar ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig naar. Ik heb deze volgens mij met Google Maps gedaan. My Maps. Dan kun je gewoon die logootjes eraan hangen. Ik werk erg houtje touwtje. Allemaal freeware en zo op dit moment nog. Ja, nee, dat is niks mis mee. Dat valt allemaal aan. Leuk, dus daar voer je die data in. En dan in Google Maps kan je dat visualiseren. Met het dan kan je erbij bij het datapunt. Ja. Leuk. Ja. Ja, top. Vind ik wel hartstikke leuk. Nou, en ook kun je dan zien hoe afval zich verspreidt. Dit is een heel mooi voorbeeld. Waarschijnlijk een fenomeen dat iedereen bekend is. Het afval van McDonald's ligt niet alleen rond de McDonald's. Daar ligt natuurlijk wel het meeste. Maar het verspreidt zich gewoon overal wat mensen hebben mee in de auto, op de fiets, weet ik veel wat. Ja. Dit is weer permanent. Je gaat veel permanent te zien. Ja, maakt niet uit. Hieronder op die kaart, daar zit de McDonald's. Dat is een hotspot. Inmiddels is het daar heel erg schoon geworden, omdat ze samen de gemeente convenant hebben getekend dat McDonald's beter gaat opruimen. Top.
Maar je ziet ook dat het zich echt verspreidt. Hè? En ik riep altijd, joh, het verspreidt zich als een virus. En de afgelopen 2 jaar durfde ik dat niet zo goed te zeggen. Maar uiteindelijk durf ik het wel weer te roepen. Van, eigenlijk verspreidt het zich als een virus. En dat heeft een aantal... Door de hele stad. Juist ook door wat we afgelopen 2 jaar hebben meegemaakt. Ja. Hebben we doodslagen gemaakt. Van, herkennen mensen het. Ja, virus. Ja. Oké. Okay. Nou, bijvoorbeeld, hè, virussen die blijven uiteindelijk altijd. Ze worden misschien minder schadelijk of we hebben er minder last van. Maar ze zijn niet weg, net als de griepvirus en zo. Die bestaan nog steeds. We hebben het alleen beter onder controle en hopelijk met corona ook. Ja. En we denken ook, we moeten ermee leren leven op wat voor manier dan ook. Nou, zwerfafval denken mensen vaak, joh, dat is iets van nu en de jeugd vertegenwoordigt. Maar dat is helemaal niet waar. Het zwerfafval is al zo oud als de beschaving. Dit is een ander soort data-onderzoekje. Dat heb ik in het krantenarchief online Delver.nl gedaan. Ik heb gezocht naar de woorden straatvuil en straatafval. Dat is namelijk de klassieke naam van zwerfafval. En naar zwerfvuil en zwerfafval. En wat je ziet, die blauwe lijn, dat is straatafval. En die rode lijn is zwerfafval. En sinds 1972 is dat woord voor het eerst geopperd. En als je goed nadenkt, heeft het een hele grote parallel met het woord plastic. Plastic is eigenlijk pas in de jaren 60 algemeen goed geworden. En als afval eenmaal van plastic is, dan gaat het ook uiteindelijk echt zwerven. Want het klassieke afval, dat loste op. Dat zwerfde niet eigenlijk. Zwierf, zwerf. Maar dat even terzijde. Het is dus gewoon al een heel oud fenomeen. En er is een nieuwe variant gekomen eigenlijk, waardoor het zich nog eigenlijk, hoe noemen we het? Het is een veel schadelijker virus geworden, dat zwerfafval. Ja. Dit is een stuk uit een geschiedenisboek. Dat gaat over dat er in 1574 in Groningen al een verbod was op het in het water gooien en zo van afval. Kreeg je zelfs een boete voor. En hoe diep je de geschiedenis induikt, zodra er een stad is, is er een probleem met afval. Dus er is niks nieuws aan. Nou, in de coronamaatregeltijd hadden we niet iedereen dat het even makkelijk met het zich houden aan de regels ook. Als we het hebben over, joh, je moet geen zwerfafval veroorzaken. Is iedereen het mee eens? Maar het gebeurt toch. Mensen gedragen zich op verschillende momenten op andere manieren. En de grote groep mensen hield zich zo goed mogelijk aan de regels. Er was ook een groep mensen die dacht, joh, het zal me boeien. Ik vind het allemaal niet zo belangrijk. Het is moeilijk om ieders gedrag te beïnvloeden. Het is verder geen waardeoordeel. Maar ik zie gewoon parallellen. Gebeurt. Ja. Yes. En uiteindelijk hebben we met corona nog vrij snel een vaccin gekregen. Die heeft heel veel geholpen in dat we sneller door die crisis heen zijn gekomen. Alhoewel het toch natuurlijk te lang heeft geduurd. Toen kwam nog de Omicron variant, waardoor het zich sneller verspreidde. Maar waardoor we minder ziek werden. En waardoor we nu eigenlijk min of meer weer als vroeger kunnen leven. Nu denken heel veel mensen dat afbreekbaar plastic een oplossing is voor dit probleem. Ik zag vanmorgen nog weer een bericht in de krant dat er alweer een soort afbreekbaar plastic was uitgevonden. Dat was in 1972 ook al het verhaal. Toen wisten ze al dat plastic niet afbrak in de natuur. En we beloven al 50 jaar afbreekbaar plastic als oplossing, als medicijn. Ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat we andere dingen moeten doen. Waarom niet, Dirk? Waarom is het eigenlijk een fabeltje in jouw ogen dan? Ook zonder waardeoordelen, maar gewoon even nieuwsgierig. Moet ik het misschien iets genuanceerder zeggen. Het probleem is zo groot en zo dringend, dat we niet daarop moeten gaan zitten wachten. We moeten nu in actie komen, want zolang dat plastic er niet is, dat gaat nog jaren duren, dan is het probleem al zoveel groter geworden. Ja, maar eigenlijk al te laat, ook al is de oplossing er misschien. Dat vooral. Ja. Okay. Ik ga er niet op wachten. Dat is in elk geval, we kunnen er niet op wachten. Helder. Ja. Okay. Mijn stelling is in elk geval, dat is dus als een virus is, we komen er niet vanaf. We moeten gewoon zorgen dat het minder wordt en onschadelijk. Dat kan je bijvoorbeeld op plastic te vervangen door andere materiaal. Nou, de vraag is dan natuurlijk, hoe dan? En dan zeg ik, pak eerst de meest vervuilende soort aan. Dus datgene, als je het over zwerfafval hebt, datgene wat het meest op straat komt, ga daar wat aan doen. En daar zijn we ook mee bezig. Ik heb het wel over de scope vervuiling door zwerfafval. Er zijn heel veel andere factoren waardoor iets vervuilend is, maar ik heb het over zwerfafval. Als je dan gaat hebben over recycling, over CO2 en dat soort zaken, grondstoffen, ik hou het nu hierop. Ik heb al mijn data gewoon eens in een mooie cloudmaker gedaan en ik kreeg dit virusprofiel eruit. Alle segmenten waar zwerfafval uit bestaat. Nou, dat ga je het analyseren en dan pak je bijvoorbeeld deze twee elementen. Blikjes en flesjes. Een heel groot deel van het zwerfafval, vooral in volume en gewicht. Ik wist dat door mijn eerste grote zwerfafvalonderzoek wat ik had gedaan. Daar heb ik tentoonstelling van gedaan. Het was een taart
moest het voorstellen. Ik kom uit een bakkersfamilie, nee, banketbakkersfamilie. En symboliseren over, joh, dit plastic gaan we eten als we er niks aan doen. Ja. Dit is dus die tentoonstelling van boven. En als ik de blikjes en de flesjes eruit haalde, hield ik dit over. Het was in gewicht en volume was het zo'n 40%. Nou, er is een hele mooie oplossing voor, dat is statiegeld. Dus ik ben meer onderzoek gaan doen. Ik ben door het hele land waar ik kwam en tijdens ander onderzoek gaan bijhouden hoeveel blikjes en flesjes er overal liggen. Dit is een onderzoek van een maand geleden in Amsterdam-Noord. Dan loop ik zoveel kilometer. Ik neem al die blikjes, flesjes en andere drankverpakkingen op de foto. En dan krijg je dit soort mooie animaties, wat mensen vaak leuk vinden op social media. Ja. En je krijgt uiteindelijk cijfers. Omdat ik de afstand bijhoud, weet ik dan hoeveel er gemiddeld per kilometer ligt. En het bijzondere is, ik doe dit nou sinds 2017, dat hoeveel ik ook liep en waar ik ook liep, uiteindelijk kwam ik steeds weer op hetzelfde gemiddelde uit van rond de 35 per kilometer. En dan kan het in de ene stad of op de ene plek wel meer zijn en op de andere plek minder. Maar ik liep genoeg kilometers en het werd steeds weer hetzelfde gemiddelde. Nou, uiteindelijk, wat er gebeurd is een paar jaar geleden, is de staatssecretaris van Veldhoven, die heeft het bedrijfsleven gezegd, je hebt 2 jaar de tijd om het aantal plastic flesjes op straat met 70% te verminderen. En als het niet gebeurt, komt er statiegeld, want het bedrijfsleven was heel erg tegen. Een hele lange discussie, kunnen we andere keer op ingaan. Ja. Rijkswaterstaat moest gaan meten en die is onder andere hebben ze bij mij aangeklopt, omdat ik ook, ze wisten dat ik er zoveel data verzamelde. En mijn data wordt sindsdien meegenomen in de rapportages van Rijkswaterstaat over de drankverpakking en het zwerfafval. Nou, zowel meting van Rijkswaterstaat als die van mij wees uit dat het alleen maar toenam eigenlijk. En dus is er statiegeld gekomen. Daar heb ik op die manier met mijn data een mooie rol in kunnen spelen. Het heeft ook heel veel media. Die cijfers hebben ook heel veel in de media teweeg gebracht. Het sprak aan. Het was een goede manier kennelijk om het probleem onder de aandacht te brengen. Gaaf. Nou, en sinds half vorig jaar is statiegeld en je ziet het aantal plastic flesjes behoorlijk afnemen. Het zit nu ongeveer op 2,7 per kilometer en dat zal wel zo blijven. Want op een deel zit nog helemaal geen statiegeld. En er zijn altijd weer mensen die toch een flesje met statiegeld weggooien. Ja. Wat ik zelf het is wel, mooi om te zien in ieder geval dat er die daling is ingezet. Ja. En is dit alleen data van jou, Dirk? Of is dit ook van anderen? Nee, dit is van mij. Wat jij gemeten hebt. Ja. Maar wel door het hele land. Want ik doe ook tijdens onderzoek voor bedrijven en zo, hou ik het ook allemaal bij. En je ziet dan hoeveel kilometer loop jij wel niet per week, per jaar? Oh, dat ligt... ja, 500 per jaar of zoiets geloof ik gemiddeld. Oh ja. Ja, nou, dat is toch een marathon per maand. Ja hoor, mijn wandelconditie. Ja, is goed. Ja. Ja, wat je dan wel weer ziet, hier heb ik weer wat verschillende. Ja. Achteraan is blauw, alle drankverpakkingen neemt iets af. Die lichtgele lijn, dat zijn de blikjes, dat neemt juist toe. Die ziet een soort waterbedeffect. Ja. Kan je wel mooi in beeld brengen zo. En de overige drankverpakkingen, dat zijn bijvoorbeeld drankkartons en de Capri Suns, dat blijft eigenlijk gelijk. En een van de vrezen die we hebben en nog steeds hadden en nog steeds wil hebben, is dat bepaalde bedrijven gewoon over gaan schakelen op andere drankverpakkingen om onder het statiegeldverhaal uit te komen. Maar dat kunnen ze allemaal mooi in de gaten houden, omdat we gewoon steeds consequent die data verzamelen. Dus eigenlijk als je terug naar het virus is, dat statiegeld is een prima vaccin tegen een groot deel van het probleem. Ten eerste brengen veel meer mensen hun flesjes netjes terug naar de supermarkt. En als het op straat komt, wordt het heel snel weer opgeruimd door de mensen die denken, hé, dat geld is voor mij. Dus het werkt prima tegen dit deel. We krijgen trouwens volgend eind dit jaar ook statiegeld op blikjes in Nederland. Dan verwachten we een grote vooruitgang. Oh, gaat dat volgend jaar? Ja, 31 december 2022 officieel. Oké. Waarom die datum weet ik niet, zal wel iets wettelijk zijn geweest. Ja. Yes. Ik ga even terug en dan statiegeld werkt niet voor rappers of wel wikkels. Snoepwikkels, koekwikkels, die vinden we ook heel veel. Wat kan je daar dan aan doen? En wat kan je dan met data doen? Nou, dit is het merkenlandschap. Heel mooi wat ik heb gemaakt van alle zwerfafval. Je ziet een paar Red Bull, Coca-Cola, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Heineken, die zie je heel groot. En deze zie je misschien niet direct. Dat is Antaflu. Antaflu is een keelsnoepje. Heel populair. Er wordt heel veel buiten gegeten. Je raakt het heel makkelijk kwijt. Het wordt door alle generaties gegeten. Dus het is niet een jongere ding. En het snoepje is ouder dan plastic. Dus ik had een ingeving. Ik vond ze in mijn onderzoeken, stonden ze altijd in de top 10 dit merk. Dus ik ben mensen gaan vragen, mede zwerfafvalrapers, joh, zet ze ook op de foto. We gaan data verzamelen en dan gaan we naar de fabrikant. Kijken of ze er wat aan kunnen doen.
Uiteindelijk hadden we na iets van 3/4 jaar 16.000 van die wikkels op de foto. Ik ben met Marijn Ting aan de Plastic Soup Server naar de fabrikant gegaan. Hoe heet die nou? Pervasco. Zit in Delft. En dus met een woord Passak en op een andere mensen. We hebben die CEO gevraagd. Joh, je snoepjes uit in een plastic. Maak die wikkels weer van papier. Nou, hij erkende het probleem. Hij had het zelf ook gezien. En hij is zich ervoor gaan inzetten. En 1,5 jaar later, zo'n verandering duurt heel lang. Want je moet je machines moet je anders instellen. Je moet het goede papier vinden, weet ik van wat. Maar 1,5 jaar later lagen ze in waspapieren wikkels in de schappen. Ja, ja. Die zakken zijn er van plastic, maar die vind ik eigenlijk niet. Dit zijn snoepjes die mensen in hun zak steken en dan opeten. Typisch maar wat jij ook wel terecht zei aan het begin, vond ik, Dirk. Het zou natuurlijk prima kunnen. Ik kijk ook vaak naar mezelf. Je stopt het in je zak misschien zelfs wel in eerste instantie. Want je bent onderweg. En dan waait het eruit. Of je pakt je portemonnee. En dan valt het, weet je. Misschien ben je niet al, het is niet dat iedereen zoals die meneer dat zo erachter gooit. Maar het is ook, het waait eruit. Het, weet je, het, ja, ze lagen in de tijd dat ik hier erg mee bezig was. Lagen ze ook heel vaak in mijn achtertuin. Want als ik mijn sleutels pakte. Dan viel er weer zo'n wikkel die ik had opgeruimd uit mijn zak. Ja. Dat gebeurt zo, gewoon. Ja. Ook jij zelf. De verliesfactor. Ja. Ja. Maar goed, ik vind ze nu... Dit is wel een heel mooi resultaat, dit. Ja, echt, ik vind ze nu dus van papier op straat. Mag even? Ja. Ja. En dan ben ik blij. Dit was mijn eerste. Hoera. Ja, je kijkt Wat het verhaal is, dit vergaat gewoon. Dit is gewoon natuur. Je voegt iets toe in natuur wat natuurlijk is. Ze zeggen ook, het vergaat als een blad. Nou, hoe mooi is deze foto dan? Ja. En dat is een beetje van een van mijn insteken. If we cannot change dead people litter, we have to change what people litter. Datgene wat op de straat komt, niet schadelijk is voor de natuur en zo. Ga ik even terug naar permanent, naar het onderzoek. 2018 was dit de hoeveelheid antifloewikkels die ik vond van plastic. 2019, het werd wat minder, want we waren goed aan het opruimen. En in 2020 verschijnen er opeens groene stipjes, als je goed kijkt. Ja, ik zie dat waren de eerste papieren versies die ik vond. Want in juni 2020, tijdens dit onderzoek, kwamen ze op de markt. En vorig jaar vond ik bijna alleen nog maar papieren antifloes. Hoe kan het dat je toch nog rode vindt? Is dat dan van 2 jaar geleden? Van 2 jaar daarvoor? Gisteren heb ik er nog 3 gevonden. Er was een bosje gemaaid. Het probleem met plastic is natuurlijk dat het niet vergaat. Nee, dus dat is van hele oude. Die vind je nog steeds in de waaien. En, ik snap het. Stomme vraag. Ga ze nog jaren vinden, hoor. Laat ik zeggen, hele domme vraag van mij. Ik zijn meer mensen die het doen. Zodra we denken, dit lijkt oud zwerfafval, dan ga je op zoek naar de THT-datum. Je vindt dingen van 10 jaar oud zijn geen uitzondering. Het wordt pas leuk als het 25 jaar oud is. Maar die vind je nog. En dat is ook het verhaal met plastic. Ja. Dus, dus een soort archeologie wat we ook doen. Als we een datum kunnen vinden, gaan we opzoeken op internet. Mensen vragen, krantarchieven naslaan. Om het te duiden. Dat is ook een leuke bijhobby. Nevenhobby. Goed. Nou, geïnspireerd hierdoor zitten er Wilhelmina pepermuntjes ook in papier. Deze krijg je overal in de horeca. En die vinden we ook vooral rond horecapleinen en zo. Maar als het dan van papier is, beter dan van plastic. Liever pepermuntje helemaal zonder papier. Maar goed, het is nog lastig kennelijk. Ja. Ik ga weer even verder en dan zie je hier vuurwerk. Op een of andere manier is de laatste 10 jaar er heel veel plastic in vuurwerk gekomen. Vuurwerk is natuurlijk ook al heel erg oud. En we vonden ook heel veel plastic vuurwerkresten. Met name dit spul, dat zijn knetterballen. Je mag ze het hele jaar door verkopen. Iedereen van 12 jaar en ouder mag ze kopen en afsteken. We vonden ze ook het hele jaar op de gekste plekken. En het is letterlijk wegwerpplastic. Dit is gewoon bedoeld om op straat te gooien. Dus zijn we ook data gaan verzamelen van deze knetterballen. Allemaal zwerfafvalrapers opgeroepen. En we hadden binnen een korte tijd 60.000 of zoiets. Is daar, want jij noemde het net ook al bij de Antifloe. Is er een soort community dan of zo die je even activeert van... gewoon social media. Twitter vooral en Facebook en dat soort communities. Dus dat zijn er veel hele mensen groepen en dan zeg je, we gaan eens even allemaal daar extra op letten en delen via data of zo. En hoe komt die data bij elkaar dan? We hebben nu, ik zal even kijken, de Plastic Avengers app. Ja? Daar kunnen we een set van projecten in waar we mee bezig zijn. En dan is het gewoon foto nemen en klaar. Het is bedoeld voor die iedereen. Die delen ze dan... op die pagina of zo, die foto's allemaal. En gaat iemand dat dan omzetten naar data? Want ik krijg gewoon via de Firebase, heet het geloof ik, kan die data eruit halen.
Okay. En de foto's downloaden. En dan kan ik gewoon daar weer mee gaan analyseren. En die app is heel simpel hoor. Het is niet, eigenlijk niet veel meer dan een fotocamera. Maar het is een heel laagdrempelige manier voor mensen die het mee willen doen om eens een ding op de foto te zetten. En mooi. Dan hebben wij de data die we nodig hebben. Het is ook zonder inlog en weet ik veel wat. Ja, gewoon anoniem. Ja. Nou, wat we wilden eigenlijk naar de rechter, samen met Marijn Tinga deed dit, omdat we vonden, joh, dit past niet binnen bepaalde Europese wetten, dat je dingen verkoopt die altijd vervuiling opleveren, echt altijd. En we zijn gaan bellen naar bedrijven en voordat wij naar de rechtbank konden, begonnen al die bedrijven dit uit de schappen te halen. Dus HEMA staat hier, maar er zijn nog veel meer bedrijven, die staan hier op het lijstje, die zijn ze letterlijk in december 2019 die dingen uit de schappen gaan halen. Dat kostte ze geld. Het kon niet eens gerecycled worden, want vuurwerk moet op een aparte manier verwerkt. Want al die bedrijven die hadden zich voorgenomen om een beter plastic beleid te gaan doen. En geen enkele CEO wist dit te rijmen met hun nieuwe beleid. Dat is mooi. Zelfs de importeurs hebben uiteindelijk een convenant getekend waarin we ze hebben laten beloven dat ze geen plastic vuurwerk meer verkopen. Ja. Hartstikke mooi. En na de laatste 2 jaar ligt er nu equivalenten van de knetterbal gewoon van papier. Dit is een ronde vorm, er zijn nog hele andere vormen ook. En nou ja, vuurwerk heeft natuurlijk altijd een grote vervuilingsfactor. Maar in elk geval blijft het plastic nu niet meer achter. Want het papier dat heeft verder weinig schade voor de natuur. Vervolgens zijn we een paar maanden later hetzelfde gaan doen met waterballonnetjes die we overal vonden. Vooral in de zomermaanden. Werden verkocht door diezelfde bedrijven. Ze hebben toch nog niet geleerd. Ze verkopen nog steeds dingen die per definitie vervuilend zijn. We hadden er ook wel heel veel van die dingen op de foto gezet. En uiteindelijk hebben we ook weer een convenant opgesteld waarin bedrijven beloven dat ze geen waterballonnen meer verkopen, maar ook meteen geen plastic confetti. Die spuitbussen, je spuit plastic de wereld in, wat moeilijk is op te ruimen en makkelijk verwaait. En dat kan makkelijk van papier. Ja. Maar dat hebben heel veel bedrijven ook getekend. Dit is de CEO van Kruidvat. En zo hebben we weer gezorgd dat het met al die data die we verzamelen, dat er minder plastic vervuiling is. Ja, het enige jammer is dat als ze dit soort acties nemen, die bedrijven, dat ze dan niet gelijk hun database met ander soort gelijke producten ook even doorlichten en denken, hey, als het voor waterballonnetjes geldt het ook voor andere. Ja, bol.com heeft het wel gedaan. Oh. Die heeft me ook af en toe gemaild, joh, wat vind je daarvan? Leuk. Dus, nou ja, het is in ieder geval positief, weet je wel, dat vind ik ook wel het mooie aan jou. Het is natuurlijk ook een leerproces. Het is nog steeds een probleem, maar het is in ieder geval fijn om te zien dat stappen genomen worden, ook door mezelf. Ja. Okay, de laatste campagne die we gedaan hebben, we net afgesloten, dat is Cup Count. Ging over de wegwerpbekers. We willen weten, ze willen straks dat de fabrikanten opdraaien voor alle kosten van het oprapen, maar ook van het verwerken van het afval. We hebben mensen gevraagd om foto's te maken van bekers die op straat liggen. En dit nog even de duiding. Dat oranje vlak hier, dat zijn de bekers die er op straat liggen. Je zag vorig jaar wel hier dat grijze vlak, dat de flesjes minder werden. Maar die bekers, dat is gewoon zo'n beetje 20-50% van het grote afval. Ik noemde de Big Five. Dat is eigenlijk alles waar je uit drinkt. Ja. Dus zo groot, dat hebben mensen niet in de gaten. Ik vind al die jaren heb ik al meer bekers gevonden. En bekers bevat ook plastic, ook als ze van karton zijn. Ik vond meer bekers dan plastic flesjes. Maar de focus was natuurlijk op die flesjes. Mm-hmm. Nou, we hebben meer dan 40.000... bekers op de foto gezet, met z'n allen door heel Nederland. Dus weer altijd leuk om dit soort dingen te laten zien. Dus elke plek is er even campagne gevoerd. Ja. En we zijn op dit moment, dit is Marijn Tinga, de Plastic Group Server, bezig om al die data te duiden. We halen er ook andere data bij, wat we er weer van geleerd hebben. Dat komt binnenkort in het rapport. Dus daar zeg ik nu even nog niks over. Er zijn weer hele leuke nieuwe inzichten gekomen in elk geval. Mm-hmm. Sorry. Oké, nou heb ik nog wat. Oh ja, tot slot nog. Ja, neem een slok. Ik krijg onderwijl, Dirk. Het is wel leuk om even te nemen, want er kijken veel mensen mee. En mensen vinden het superleuk om te zien. Als men zegt, gaaf verhaal. Interessant dat het verschil zo groot is. Ik weet niet meer precies waar het over ging, een tijdje terug. Maar praktisch activisme. Interessante stads en mooie graphics. Je zou bijna blij worden van zwerfafval. Nou, ja. Met een knipoog natuurlijk. En de paardjaarts vallen ook op. Leuk. Dus mensen zeggen, Sauscup, dus sausbekertjes. Sausbakjes. Sausbakjes, ja. Deze wel gezien?
Ja, die zijn we net weg. Vogels zijn gek op mayonaise. Zeker het najaar. Ze vervetten zich ermee voor de winter. Ja. En ze pakken ze uit de, van de grond of uit de prullenbakken. Ze vliegen ermee weg. En je vindt ze echt op de raarste plekken. En vooral heel veel op plekken waar geen mensen komen en waar niet wordt opgeruimd. Dit is mijn zoon. We waren vorig jaar even in Weiland naast de McDonald's. Er lopen daar namelijk hele mooie hazen en zo. En er komt eigenlijk niemand boven de boer. En ik af en toe om op te ruimen. En dit is dat weiland naast de McDonald's waar hij staat. Hè. Bovenin zie je de McDonald's. Mm-hmm. En daar liggen overal sausbakjes die daar door die vogels zijn achtergelaten. En het is gewoon echt McDonald's grootste plastic probleem. Was het al, is nu alleen maar in verhouding groter geworden. Ik doe ook opdrachten voor McDonald's. Dat doe ik nu sinds 2019. Ik onderzoek rond locaties, breng ik alles in beeld. En ik geef adviezen. En het gaat wel ook over van joh, dit kan je aanpassen op je terrein. Maar tot ook deze verpakking kun je het beste aanpakken. Plaatsing van prullenbakken. Zelfs hebben ze af en toe ergens een rood aan schutting neergezet om de verwaaiing naar de sloot tegen te gaan. Zowel praktisch qua opruimen, maar ook gewoon wat kun je nou verbeteren aan je verpakkingen. Dit is een foto waar je links zie je de lepels, vooral van de McFlurry. In het midden de sausbakjes en rechts de rietjes. Dit was twee jaar terug. Dit komt allemaal uit het weiland. Nee, dit is van een aantal van die restaurants. Dus ja. Even om het in verhouding te zien. Die lepels en die rietjes, die zijn verboden door de Europese Unie. Ja. Dus die vind ik niet meer. Ik vind nu houten McFlurry lepels voor de natuur niet zo schadelijk. En papieren rietjes niet voor de natuur schadelijk. Niet iedereen is er blij mee, maar goed, dat Nee, dat is een andere ervaring. McDonald's moet nog een beter rietje gaan neerzetten. Er zijn betere rietjes. Ja. Dat is wel een grappig hoor. Ik heb daar de directeur van McDonald's Nederland over gesproken. En ze zegt, ja, het is heel lastig om een bedrijf te vinden dat zoveel miljoen rietjes per maand kan maken volgens die kwaliteit. Dus ja. Maar het zal er uiteindelijk wel komen, gok ik. Nou, wat ik wel schokkend vond, Dirk, volgens mij was het in Middelburg, als ik me goed herinner. Dan liep ik op de markt rond. En toen was er dus een marktkoopman. Die had nog, nou ja, ik weet niet hoeveel het waren, maar honderden grootverpakkingen plastic rietjes die hij dan verkocht. Toen dacht ik, jee. Ja. Hoe kan dat nou? Weet je? Die het dan als een soort, uniek product ging slijten. Van, ja, fijn. Ja, we hebben weer plastic rietjes. Apart, hè? Ja, ik vond dat heel bizar. Ja. Maar goed, even dat sausbakje. Ja. En ik vind ze rond alle McDonald's. Het is overal. En ook zelfs op eilandjes waar geen mensen komen. Maar het geeft wel aan dat het voor McDonald's qua plastic vervuiling eigenlijk het spannendste is om nog op te lossen. Ze proberen juist door de aankomende wetgeving van de Europese Unie is een bedrijf van McDonald's heel erg bezig met zijn afval. Want anders gaan ze enorme kostenposten krijgen. Ze willen ook duurzamer worden. En wat nog het belangrijkste is, veel klanten willen ook dat ze duurzamer worden. En dat is natuurlijk altijd de beste trigger. Ja, ik denk dat veel ook komt. Sociale media, sociale druk. Oh, we gebruiken overal hashtag HEMA. Ja, en ook zo'n verhaal, als jij een gezin hebt en je zoon is vegetariër en die zegt, ik ga niet bij de McDonald's. Ja, dan gaan we met z'n allen niet. Maar als die zoon daar ook gewoon een vegetarische hamburger kan eten, oh, dan ga ik wel mee. Nee, dus zo werkt het uiteindelijk wel. Nee, maar wat ik wil zeggen, dus dat sausbakje. Het probleem daarmee is van sausen bevatten zuren, vooral azijn, waardoor het heel lastig is om een goed alternatief te vinden. En wat ik ook nog wil zeggen, dat de Europese Unie heeft wetgeving gemaakt, gebaseerd op tellingen op het strand. Alleen de wereld is veel groter op het strand. En die sausbakjes vind je helemaal niet op het strand. Wel rietjes en lepeltjes. Dus meer onderzoek leidt tot betere wetgeving ook. Zijn we mee bezig. Frans Timmermans weet hier al van. Dus wie weet wat hij dat doet. Ja. Oké, okay. Tot. Het gaat ook niet alleen maar over plastic, hè. Als je het hebt over afval verspreiden, waar ik op een gegeven moment achter kwam, is dat de prullenbakken van McDonald's veel sneller vol zijn dan de prullenbakken van de Burger King. En dat komt omdat McDonald's zijn hamburgers in dozen doet en Burger King in papieren wikkels. En nu heeft McDonald's op mijn advies, ik hoop dat ze ermee verder gaan, een aantal burgers weer in papier gedaan. Als de prullenbakken minder snel vol zijn, heb je natuurlijk ook weer minder serveafval. Dus nu hebben ze bijvoorbeeld de McRocket en ook de McChili, geloof ik, weer in papier gedaan. Hmm. En uiteindelijk, het scheelt ze al voor heel veel kosten, heel veel grondstoffen. En het scheelt ze ook zwerfafval. Dus dat soort ontwikkelingen zijn ook belangrijk. Verpakkingen kleiner maken, vooral kleiner na gebruik. Oké. Dit is nog even een leuk plaatje. Ik vond het zelf zo mooi. Van een andere manier te kijken, joh, welk gedrag hoort er nou bij?
En als je nou goed kijkt, even snel, het gaat alleen maar over eten en drinken. Buiten eten en drinken. Eten en drinken, drinken en eten. Consumeren, consumeren, consumeren. Ja. Het gedrag wat hoort bij zwerfafval is gewoon de consumptie. Of zoals anderen zeggen, de overconsumptie. Dus daar moet je naar kijken. Waarbij dit een heel heet hangijzer is. Van moet er nou een plasticje om de komkommer of niet? Ik vind van niet. Maar mijn alteregende zwerfineter kan het niet zoveel schelen. Op mensen eten dit niet op straat. Nee. Je snapt wat ik bedoel. Ja. Ja. Dit blijft in de keuken. Ik heb het idee, als je plastic gaat verminderen, begin dan juist met die dingen die op straat zijn terechtgekomen. Vaak op straat terechtkomen. Hm. Lange discussie. Nou, dit plaatje nog. Nou, de Europese Unie, er zijn wetten in de maak. Er zijn eigenlijk al aangenomen, moeten nog vorm krijgen. Waarin bedrijven gewoon moeten gaan betalen naar hoeveel ze bijdragen aan afval en zwerfafvalstromen. Dit is nu een mooi plaatje dat ik heb gemaakt op basis van mijn data. En er is dus heel veel data nodig om die verrekening in de toekomst goed te gaan doen. Het is wel interessant om te kijken hoe we dat op grote schaal kunnen gaan doen. En dit is dan van de afgelopen 5 jaar. Alleen omdat we staatsschuld krijgen, zullen Red Bull en Heineken en Coca-Cola waarschijnlijk gaan verdwijnen van die lijst. Dat is ook wel interessant om die ontwikkeling in de gaten te houden natuurlijk. Dus, van welke lijst gaan ze verdwijnen? Wat bedoel je daarmee? Red Bull en Heineken en Coca-Cola, die gaan heel erg zakken op de lijst van de meest gevonden merken zwerfafval. Oh ja. Want die verkopen alleen maar drankverpakkingen en daar komt overal staatsgeld op de, nou ja, blikjes en flesjes. Ja. Ja. En dan zullen anderen weer meer naar voren komen. Dus dat is wel interessant hoe dat gaat. Je kunt niet, over 2 jaar kun je niet een rekening maken gebaseerd op data van die ik nu heb. Nee, dat zou niet eerlijk zijn. Ja, dus dat gaat verschuiven. En, ja. Ja, helder. Okay. Nou, even het leuks. Door alle maatregelen en zo zie ik in onderzoeken, dit zijn echt vergelijkbare onderzoeken, dat hoe aandeel plastic met 10% zo'n beetje is gezakt de afgelopen 3-4 jaar. Mm-hmm. En dat is op zich natuurlijk wel een hoopvol teken voor de transitie naar andere verpakkingen en ander zwerfafval. Ja. Dat vind ik wel mooi. Absoluut. Nou, ik kan u afronden. Even samenvatting. Het probleem van zwerfafval zullen we nooit helemaal kunnen oplossen. Dus zelfs als iedereen netjes, verliezen we nog wel eens wat, et cetera. Wat we wel kunnen doen is natuurlijk verminderen en vooral minder schadelijk maken. Dus als het op de grond komt of in de sloot, dat het daar verder geen restschade heeft. En hierbij zijn bronaanpak en systeemverandering essentieel. Natuurlijk moeten we mensen blijven opvoeden, bewust worden, et cetera. Gaat nooit bij iedereen lukken. En nou, dan moeten we het op andere manieren ook aan de knoppen gaan draaien. Nou, en met data zoals ik verzamel, maar ook wat anderen doen wat ik zei, die mensen die met sigarettenfilters bezig zijn. Het wordt ook in andere gebieden voor milieustrijd al ingezet. Daarmee kunnen we industrie en overheid sturen, aanjagen en controleren. En op onze kleine schalen lukt dat al aardig. Dus als we nog eens een keer heel groot gaan, dan moeten we gewoon de macht maar overnemen, zeg ik altijd. En eigenlijk, ja, laten we het gewoon helpen noemen. Als bedrijven het beter gaan doen, dan is het ook weer beter voor onszelf en voor onze kinderen en voor de natuur, et cetera. Nou. Dit was mijn verhaal. Ik ben Dirk Groters, even reclame maken. Ik ben overal op internet te vinden als je zwerfvernet erin tikt. En ik geef ook dus gastlessen op scholen, leningen en ik doe onderzoeken voor bedrijven en gemeenten. Ja, mochten mensen kijken en denken, nou, ik werk ook bij een bedrijf waar dit, deze boodschap nog wel even nog wat sterker naar voren mag komen. He, dan kan je Dirk daar absoluut voor benaderen. Ik vond het hartstikke leuk. Het was een soort college, Dirk, vond ik. Ik heb me iets rustiger gehouden dan normaal. Want ik vond het eigenlijk wel heel... ik vond het wel superleuk om even jouw verhaal zo achter elkaar te horen. En ik ben je inmiddels ook gevolgd sinds 2 maanden. Ik vind het ook leuk wat je ook op LinkedIn deel je geregeld. Inderdaad, die kaartjes met wat je waar vindt. En meerdere mensen die vinden het hartstikke leuk. Dus Ingrid zegt ook van bedankt voor de inspirerende presentatie. Goed bezig. En Mark zegt super interessant. En Sikker Jan, even kijken. Grafiek over afname plastic is wel een mooi voorbeeld bij een reporting best practice. Kapte ei. Oh, die gaat heel technisch even op de grafiek. Ja, nee, dat is helemaal goed, Sikker Jan. Heel goed. Ja, klopt. Ja. Dus het lijkt een halvering. Ja, dus hij heeft nog even een aandachtspuntje voor hoe je, net hoe je het verhaal vertelt. Ja, goed, maar, goed punt. Soms, ja, nee, ik weet. Ja, soms doe je dat wel niet. Dat klopt. Maakt niet uit. Bedankt voor het meedenken, Sikker Jan. Helemaal gelijk. Hartstikke bedankt, Dirk, dat je dit wilde delen. En hoe je ook data op deze manier kan inzetten. Ik hoop dat het misschien weer een paar mensen ook geïnspireerd heeft om daar ook toch wel iets meer met dat soort...
gebieden wat te doen met data. Nou, wat ik ook zelf nog wel interessant vind, ik kijk eigenlijk op een vrij simpele manier ernaar. En ik weet ook dat van de HVA en zo nu ook met data aan de slag zijn. Ik ben ook interessant van welke dingen mensen er nog meer uit kunnen halen. Want je kunt natuurlijk ook nog, er is van de Universiteit van Leiden, die heeft vorig jaar op basis van vooral mijn data onderzoek gedaan naar wat je nog meer kunt met die data. Dus kun je het koppelen aan points of interest, aan misschien aan inkomen per wijk of bevolkingssamenstelling of weet ik veel wat. Ja. En wie weet wat je daar nog weer, je kan het zelf vergelijken met ondergrond, natuurlijke omstandigheden, et cetera. Ik weet inmiddels dat een McDonald's bij een sloot een heel ander zwerfafvalpatroon heeft dan een McDonald's die niet bij een sloot staat. Ja. En dan heb je weer andere maatregelen bij, et cetera. Ja. Misschien kunnen mensen dat soort dingen ook nog ooit eens uit die data halen. Dus mocht je dat leuk vinden om een keer mee te denken, hè, stuur Dirk ook een berichtje. Staat er voor open. Wij zijn er vanavond alweer. Ja, we zijn vandaag twee keer. Dan hebben we Gopal, met een moeilijke achternaam. Ik ben blij dat er alleen Gopal staat. En hij is oprichter van een bedrijf dat heet InfoRiver. Daar gaan we het weer wel over Power BI hebben. En met InfoRiver kan je commentaren toevoegen aan je dashboards. En nog iets meer duiding geven aan de cijfers. Een soort Excel, maar dan in Power BI. Ik heb het maar even als werktitel gegeven. Dus als je dat leuk vindt, om 8:00 vanavond is dat. En je kan natuurlijk deze en andere toekomstige afleveringen allemaal op YouTube terugvinden. Dus dat adres zie je hieronder. Dat doet onze moderator toch weer perfect op tijd. Zo, gelijk het adres eronder. Dus voor nu ga ik gedag zeggen. Wellicht tot vanavond. En Dirk, nogmaals hartstikke bedankt. Bedankt. Wie weet tot de volgende keer met Power BI. Super gaaf. Ja, er komt binnenkort ook een nieuwe campagne aan. Heel makkelijk. Je hoeft er geen zwerf over op te rapen. Maar daarover binnenkort meer. Oh, via social media. Yes? Hou Dirk in de gaten. Oké, doeg allemaal. Hoi. Okay. Doeg.